Als je de video nu hebt weggeklikt omdat je geen YouTube kijkt, wel, dan ben je een enorme sukkel, want het tast niet enkel YouTube aan. Hallo, mijn naam is Jordi en welkom op het kanaal Jordi's Nature. Dit is momenteel de enige naam die ik heb. Heb je een andere naam voor mijn kanaal, want ik zoek er nog een. Schrijf hem dan in de beschrijving. Eerst en vooral we deze video gaan beginnen. Het is een kale achtergrond, daar komt binnenkort verandering in. Dus don't worry, daar hebben we het volgende week wel over. En dan ga je ook een verandering zien in de achtergrond. Maar, waar gaan wij het vandaag over hebben? Waar gaan wij het vandaag over hebben, Jordi? Wel, dat is eigenlijk één ding en dat gaat niet over dieren. Het is eigenlijk iets heel belangrijks. Ik mag eigenlijk helemaal niet zo onnozel doen en hype doen, want het gaat over het welbekende fenomeen artikel 13. Artikel 13, ja, dat zei ik. Als jij ooit dit hebt gehoord, artikel 13, en je weet niet wat het is, blijf kijken naar deze video. Misschien heb je al gelezen van wat artikel 13 inhoudt en snap je er nog altijd niks van. Maar daar ben ik voor, daar is Jordi Bekaert voor, om eigenlijk te tonen aan jullie wat artikel 13 inhoudt. We gaan eerst praten over waar komt artikel 13 eigenlijk vandaan. Artikel 13 komt eigenlijk van de Europese Unie, die opeens besloten heeft van ha, laten we een nieuw artikel erbij zetten voor het internetbeleid. Dan hebben de mensen nog minder vrijheid dan dat ze eigenlijk nu al hebben in de echte wereld. Want internet, dat is te vrij. Ja, en dat mag niet. Daarom vonden ze het leuk om dat artikel eigenlijk in te gaan lassen. De artikel 13 heeft 4 stemrondes doorstaan. Dat wil zeggen dat binnen minder dan een week, als deze video online komt, dat artikel 13 waarschijnlijk al lang actief zal zijn. Dus daarom had ik deze video even gooien, zodat mensen weten wat artikel 13 is voor het echt online komt. We hebben nu gehad wat artikel 13, waar het vandaan komt. Nu gaan we het hebben over waarom weten weinig mensen wat artikel 13 eigenlijk is. Of wat het inhoudt. Waarom weten weinig mensen daarvan? Want het gaat niet alleen mij, maar het gaat ook u aantasten. En als je denkt, mij, wat mij? Blijf kijken naar deze video en je zal snappen waarom. Maar eerst, waarom weten weinig mensen info over artikel 13. Wel, dat hebben ze mooi expres gedaan, omdat eigenlijk als je artikel 13 opzoekt op Google, dan kom je een hele lijst tegen en dan zeg je tegen jezelf van dit ga ik niet lezen. En als je het gaat lezen, dan snap je er nog niks van. Ben jij zo'n persoon die het gelezen heeft? Typ dan even iets in de comments. Zeg eens van wat je er eigenlijk van vond. Maar oké, ze hebben het zodanig complex eigenlijk omschreven dat mensen het niet meer willen lezen. Dat ze er ook geen aandacht aan gaan schenken. Pas als artikel 13 eigenlijk van zijn kracht gaat, dan pas gaan de mensen inzien wat voor problemen artikel 13 eigenlijk geeft. We hebben nu gezien waar artikel 13 vandaan komt. We hebben nu gezien waarom artikel 13 niet zo bekend is bij de mensen. En nu gaan we praten over wat artikel 13 eigenlijk doet. Artikel 13, daar, wat het eigenlijk doet, dan moet ik eigenlijk nog eens onderscheiden in bepaalde dingen. En dat is eigenlijk artikel 13. Wat tast het aan? Ik zei net jou en mij, maar het is ook te zien waar je woont. Stel je nu voor dat je mijn video toevallig ziet en je woont in Amerika. Good luck, want jij gaat niks te maken hebben momenteel met artikel 13. Wat ik hier dus mee wil zeggen, wij Europeanen, wij zijn de eerste slachtoffer van het fenomeen artikel 13. Yeah! Wij zijn de eerste slachtoffers die minder vrijheid hebben dan al de rest van de wereld op internet. Je zal denken van, waarom alleen Europa? Dat weet ik niet. Dat antwoord kan ik niet zeggen. Maar ik denk dat binnenkort ook Amerika, Azië en al die andere continenten, die gaan er ook mee te maken krijgen. Maar voor nu, Europa die zit eigenlijk in een soort van bubbel. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat video's vanuit Amerika of vanuit Azië of vanuit andere landen, dat die niet meer in Europa kunnen bekeken worden. Nu zal je ook denken van, YouTube, ik kijk geen YouTube. Ja, ik kijk nu wel jouw video, maar normaal gezien kijk ik niet zoveel YouTube. Als je de video nu hebt weggeklikt omdat je geen YouTube kijkt, wel, dan ben je een enorme sukkel. Want het tast niet enkel YouTube aan, het tast ook, en luister goed, Facebook, Tumblr, zelf Twitter en Instagram aan. Dus heel veel social media platformen, waaronder u en ik, zullen er last van gaan hebben. Ik wil niet zeggen dat je geen video's meer kan uploaden, of geen foto's meer, of weet ik veel wat op je Instagram story. Nee. Begrijp me niet verkeerd. Het gaat allemaal anders zijn. En het gaat zodanig anders zijn dat het te complex gaat zijn en dat jullie er geen zin meer in gaan hebben. Daarom wordt onze vrijheid eigenlijk gewoon 100% afgenomen. Omdat ze doen ons geen zin er meer in krijgen om vele platformen te gaan gebruiken. Dat is eigenlijk meer hun doel. Oké, dus nu weten we ook dat enkel Europa hier last momenteel van heeft. Nu ga je zich ook afvragen van ja, oké, artikel 13, maar wat houdt dat ook iets in voor het Europees Parlement zelf? Ja,
Dat houdt ook iets in voor hun. Ik heb hier dit meegenomen, speciaal als voorbeeld. Dit is een Bluetooth speaker. En deze Bluetooth speaker, nu zal je denken, wat heeft een Bluetooth speaker nu weer mee te maken? Dit is gewoon als voorbeeld. Als je goed kijkt, staat hier JBL op. En JBL is een logo, een merk, een brand. Binnenkort mag dat niet meer in een video getoond worden, tenzij ik ervoor betaald word of voor betaal. Ja, je hoort me goed, of voor betaal. Wil jij een liedje gebruiken in je video, zowel op Facebook, Instagram, maakt niet uit, jij zal ervoor moeten betalen. Dat wil dus zeggen, als ik bijvoorbeeld hier een poster zou hangen van Cars of zo, van Lord of the Rings, The Hobbit, maakt niet uit. Ik mag dat niet meer, want ik betaal daar niet voor en ik word er ook niet voor betaald. We gaan even verder op YouTube in, want Facebook, Tumblr en Twitter, ik weet niet zoveel wat er gaat veranderen, maar er gaat heel veel veranderen, ook bij Instagram by the way. Nu, op YouTube, wat gaat er veranderen op YouTube? Oude video's, dus stel je nu voor dat jij een video leuk vindt van 3-4 jaar terug en je bekijkt die wel regelmatig eens om die oude nostalgia terug te krijgen. De kans zit er heel groot in dat die video binnenkort niet meer online staat. Toch niet voor Europeanen. Tenzij die geüpload is door een Europeaan zelf en er geen copyrighted material in komt. Of hij er wordt voorbetaald of hij betaalt ervoor. Pas dan zal je het wel kunnen zien. Ook wat nog heel belangrijk is, is Google. Nu zul je denken, Google, wat heeft Google hiermee te maken? Als je Google niet kent, ga deze video alsjeblieft weg. Alsjeblieft. Google is dus een zoekmachine en Google heeft dus eigenlijk bijna zo goed als in de hand. Zowel Facebook als YouTube, als Instagram. En die houdt alles een beetje samen. Eigenlijk hangt die alle social media platformen aan een ketting. En Google is eigenlijk het hart ervan. Google die heeft eigenlijk hier ook op gereageerd op artikel 13. Van als het zo zit dat artikel 13 op deze manier wordt gelanceerd, als die zo streng is, dan gaan wij eigenlijk stoppen met Europa eigenlijk ja, te steunen, laat ik het zo zeggen. Dat wil dus zeggen, als jij een Europeaan bent en artikel 13 blijft op de manier waar die nu blijft, dan gaan wij binnenkort geen Google meer kunnen gebruiken. Dat is een shock, hè? Dan gaan we dus Bing moeten gebruiken, of Yahoo. Dat is super, ja. Helemaal super. Jullie weten nu ongeveer wat artikel 13 een beetje inhoudt. Er is ook momenteel een petitie gaande. Ik ga het linkje van de petitie in de beschrijving zetten. Alsjeblieft, klik op die link. Schrijf je in op die petitie. En die petitie gaat er eigenlijk voor zorgen dat niet artikel 13 niet gelanceerd wordt. Het wordt wel gelanceerd, maar het wordt herschreven. In een niet zo strenge vorm. Dat is eigenlijk de bedoeling van die petitie. Ik hoop dat jullie deze iets serieuzere video leuk vinden. Want het is nogthans een serieus onderwerp. Geef dan deze video ook een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren onderaan. Vergeet niet ook het notificatiebelletje aan te vinken. Zo krijg jij een melding als ik een video upload. Vergeet deze video ook niet te delen met mensen die ook heel veel vragen stellen over artikel 13. Tot de volgende video. De volgende video gaat waarschijnlijk wel over dieren gaan. En er komt ook nog een uitleg van wat dit hier eigenlijk allemaal is, want dit is nieuw voor jullie. Maar ja, oké. Internet is doomed. Daar komt het eigenlijk op neer. Wil jij dat ik toch een video extra upload over artikel 13, omdat jullie nog met vragen zitten? Stel de vragen dan ook in de beschrijving onderaan. Deel deze video massaal. Gewoon massaal delen, zodat artikel 13 niet, maar dan ook gewoon niet van start gaat. Volgende video wordt veel lachwekkender en interessanter. En het gaat over dieren gaan. Want dat is uiteindelijk mijn originele doel van dit kanaal. De mensen die boven zitten, die moeten ook wel denken van what the fuck is die spast aan het doen? Maar ja, oké. Mag niet meer. Ah ja. Doei.